Hoi. Nou, dit is de zevende tekenoefening alweer. Je ziet al wat we gaan maken. We gaan ook weer werken met Ecoline brushpennen. Dezelfde kleuren als die in het tekenthuispakket zitten, die ik vorige week verzonden heb. Het woord lente op een aquarelpapiertje. Dit is van Gerstekker 200 grams. Je kan eventueel ook op een postkaart aquarelpapiertje van Fabriano's. Deze tekening maken kan je me ook gelijk versturen. Daar heb ik al meer tekeningen opgemaakt in de oefeningen, zeg maar, die al geweest zijn. Nou, ik wil nu brushpennen, een fineliner, watervast, een potlood HB, kneedgummetje, een Posca marker voor deze witte accentjes, twee kwasten, een tissueetje. Een lapje om je kwast af te doen. Een potje water natuurlijk. En het plastic mengvelletje. Het is niet per se nodig, want je kan ook papier mengen. Maar het is wel leuk om dat met het mengvelletje te doen deze keer. Ik plak hem deze keer niet vast. Het is niet echt nodig, denk ik. Want we gaan hem gewoon een beetje inkleuren. Dus ik ga als eerste schetsen met het potlood. Niet te dik. Ik doe het begin ook een beetje aan de rand. Ik had net al een voorbeeldje gemaakt waarbij ik dus gewoon niet uitkwam. Als je wil kan je hier ook je liniaal voor gebruiken. Dat hoeft natuurlijk niet. Het zijn gewoon fantasieletters. Dit is niet een lettertype wat ik ergens vandaan heb gehaald. Oh, hij is nu hier iets te lang. Zo, dit is eigenlijk een beetje de basis en dan ga ik hem nu even overtrekken met de fineliner. Ik maak er een soort krulletje bij, vind ik wel grappig. Hier nog ook even de krulletjes. Een beetje één lijn erin te krijgen. Zo, dit is de basis. En ja, ik teken hier alvast wat van die leuke takjes. Misschien moet ik er dadelijk nog, als het helemaal klaar is, nog wat bijtekenen. Maar dit is voor nu even genoeg. Dan gum ik even de lijnen goed weg. Zo. En dan pak ik het plastic mengvelletje erbij. Ik zal hem even hiervoor doen. Een beetje roze. En een beetje van de paars. Dit is de 507 trouwens en dit is de 318, die dus in het tekenpakket zitten.
Deze ga ik een beetje met elkaar mengen. Ik heb nu de brede kwast gepakt, maar ik zie al dat dat veel te breed is. Dus even de andere. Dus nu gebruik je eigenlijk de water of de brushpennen eigenlijk gewoon als Ecoline. Als je een potje Ecoline zou hebben, dan zou je dit ook gewoon uit het potje kunnen halen. Goed, uitkijken dat je niet met je hand in het, op het velletje gaat natuurlijk. Kijk, dan krijg je een mooi mengseltje van licht en donker door elkaar. Zo, ik ga de video even pauzeren. Dan maak ik even de letters af, want anders duurt deze video veel te lang. Zo, en als laatste doe ik nog even de letter E. Ik doe nu gelijk met blauw op het papier. Het nat en dan pak ik nog een beetje van mijn mengvelletje. Dus je kan eigenlijk gelijk met de brushpennen op het papier en water toevoegen, of je maakt op het mengvelletje een soort van paletje waar je je kleuren steeds vandaan pakt. En het is een beetje gemengd, een beetje zo gemêleerd. De ene wat roziger, de andere wat blauwer. Dus dan krijg je dit effect. Ah, kijk, hier zie ik dat ik een vlekje heb gemaakt. Kijken of ik dat nog wegkrijg. Met veel water, het moet echt wel goed schoon water zijn. Maak je je vlekje weer helemaal nat. En dep je even met je tissue erop. Zo, en ik zie hier een beetje buiten de lijntjes ben gegaan. Even proberen weg te halen. Zo. Hier ook een stukje. Dus met veel water langs het randje. Dus dan los je als het ware de Ecoline weer op. Want de Ecoline is niet watervast. Dat is dan nu al handig. En dan dep je het nog weer even af met een schoon stukje van je tissue. Nou, het beste is natuurlijk om te zorgen dat je niet buiten de lijntjes gaat. Maar ja, dat vind ik ook altijd lastig. Zo, dit moet nu even goed drogen. Want ik ga hier zo meteen met fineliner allerlei accentjes in aanbrengen. Een soort Zentangle eigenlijk. Zo, ik heb nu net met de heating tool de letters droog gemaakt. Je ziet wat er gebeurt als je papier niet vastplakt. Dan gaat het dus een beetje krom staan. Dus achteraf gezien had ik het beter wel kunnen doen. En nu ga ik met de fineliner kleine accentjes aanbrengen. Zentangle had ik het net al over. Dat is allerlei kleine structuurtjes in een open vorm aanbrengen met fineliner. En gelijk met fineliner, dus niet met eerst potlood en dan gummen. En dat is ook helemaal niet nodig nu, want het hoeft ook helemaal niet zo. Nou, in deze komen dus allemaal bloemetjes. Deze vind ik ook zelf heel leuk. Beetje Alice in Wonderland-achtige. Het grappige is dat je letter dan ook een soort dik wordt. Bol eigenlijk. Doordat je deze lijnen aanbrengt. En hier doe ik ook deze streepjes.
Die uit. Structuren kan je overal vinden eigenlijk in en ook een structuur van zeg maar zoals een knoest eigenlijk dit. Krijgt de letter gelijk een soort houtlook. Heel mindful om te doen dit. Het is een beetje houtlook eigenlijk wel. Zo, ik maak dit even met fineliner verder af en dan stop ik nog even de video. Zo, dus nu zijn alle letters met de fineliner bewerkt in een soort patroontje. En ik ga nu nog wat takjes toevoegen. Die kan je zoals hier inkleuren of gewoon open laten. Ik laat ze denk ik nu open. Ik doe er nog wat bloempjes bij. Zo, en als laatste wil ik jullie nog even laten zien hoe je met de Posca marker, dit is wit, die moet je altijd even goed schudden. Altijd eigenlijk voor ieder gebruik, het eerste gebruik natuurlijk het meest. En dan ga je daarna even op een kleurpapiertje dat die goed wit wordt. Want doordat de ecoline met water oplosbaar is, kan het ook zijn dat het wit een beetje opgezogen wordt door de ecoline. Dat je natuurlijk weer met een vloeistof erin komt. Kijk, dit is ook een mooie ecoline vlek gemaakt met het mengvelletje. Daar staat ook een filmpje van op mijn YouTube kanaal. Zie je, dus nu maak ik nog wat witte accentjes. Het is wel leuk om hier nog een soort zuurstokje van te maken. Even nog een keer bijdekken. Ja, je ziet op het licht, zie je het natuurlijk niet zo goed, maar hoe donkerder de kleur, hoe beter je de verschillende. Hier heb ik ook nog wat leuke stipjes in. Hoe beter je de verschillende kleuren ziet eigenlijk. Dus het wit accentueert de kleur die eronder zit. Zo, en ik denk eigenlijk dat ik het voor deze wel leuk vind om de blaadjes, de bloempjes een beetje met de Ecoline brushpen gelijk gewoon een beetje in te kleuren. Hoeft niet helemaal precies, maar gewoon een beetje aan te stippen. Zo, een mooie lentetekening. En dit was de andere. Veel plezier ermee en tot de volgende tekenoefening.